belangrijk, omdat we hier met de kristallen als het leven is gevaarlijk. En toen wij zitten, zijn ze weg. Maar de basis, hè, dit vervoerden we dan dus ook apart. Het was natuurlijk een zwarte tasje. En dat werd de agenten. Maar ja, je kan je voorstellen. Agenten waar wij mee te maken hadden, waren per definitie A-technisch. Dat was de arts of de commissaris of ergens. Voordat je die mensen moest zijn sleutel altijd bijgebracht. Maar dat was werkelijk niet normaal met code en zo. Maar verschrikkelijk leuk, maar ik ken het helemaal. Ik heb tot de dag van vandaag spijt, ik al niet van weer gegooid. Ik heb er wel eens in 60, 50 tegelijk in huis. Maar is dat niet te geloven? Ja, je had een die ding in een groen container te zitten. Ja, daar zat dit in. Dit uiteraard niet, maar dit zat in de container. Wat voor koffer zat daar omheen? Gewoon, precies, alleen een primitieve, maar gewoon een normale standaard akkoord. Ze zeiden net dat die koffertje, ik kende al het derde slot, een koffertje van ons was echt een V&D koffertje. Dus hartstikke standaard, hartstikke, dat werkt ook heel goed. Maar ja, ik heb toch vaak zo die dingen gereisd en ik kan me één keer een nachtmerrie herinneren, dat is wel leuk om dat te vertellen, dit verhaal. Ik was naar Assen geweest ergens en toen had ik aan een agent, zou ik zo'n koffer uitdelen. En ik had mijn eigen koffertje ook bij, dus ik had die koffer boven in de bagage weg, gewoon in de trein. En ik ben naar huis gegaan en ik ben s'avonds zit ik in het concertgebouw met mijn vrouw. En opeens, het zweet brak uit. Ik heb een koffertje in de bagage laten liggen. Maar ingekocht zijn. Dat zat opeens in mijn hoofd. Ik heb een koffer. Mijn vrouw zei op een gegeven moment: wat ben je aan het doen, man? Want ik zat helemaal. Ik zeg: ik wil huisje, ik wil weg. Het koffertje had ik gewoon thuis. In mijn hoofd had ik het daar in het bagage liggen. Jongen, jongen, wat heb ik toen benauwd gehad? Dat kan ik me niet voorstellen, want daar had je iets uit te leggen gegaan. Ja, zeker. Maar dit komt heel veel. Hier heb je ook heel veel. Dat heb ik ook meegemaakt. Maar alleen dat die dus niet, hè. Dat is dus... Dat is er niet, denk ik. Ja, dat zijn verschillende staten. Spijker, was het een spijker? Ja, een spijker. Ja, en we hadden natuurlijk ook geen kristallen meer. Nee. Dus, er was dat een klein aluminium plaatje overheen gemonteerd? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel, die dingen die hadden we, dat was de vorige generatie, heb ik ook meegewerkt natuurlijk. Oorspronkelijk denk ik dat wij 4 of 5 kristallen hadden, maar dus kon je daar nog een kandang, maar dat was maar heel weinig hoor. Er is een collega aan het museum van ons, die heeft een complete set nog in de tachtoonpakaat voor je. Met een aantal centraal erbij, er zit een klein zwart kastje tussen wat alles spaars wordt. Ja, die heeft spijkers. Oké, daar ligt in het divinieel. We hebben helaas hebben we het niet. Hij ligt bij die vinyl compleet. Dit is de vinyl opgebouwd. Ja, bij die vinyl. Hij lag in het magazijn. Uiteindelijk heeft hij geholpen om in elkaar te zetten en neer te leggen. Zo is het eigenlijk niet wat ze in huis hadden. Dat was de vorig jaar een keer. Bij de licentie hebben ze een paar plekken gehouden voor het Rijken Museum. Ja, maar het had natuurlijk ook een beetje achtergrond te maken. Dat spul moest allemaal wegblijven, dat was helemaal uiteraard. En toen dit wegging, toen kwam de nieuwe generatie. Dat werd natuurlijk ingeleverd en inderdaad vernietigd. Oorspronkelijk werd het, ik heb de dingen als jongen, voorgangers van uit elkaar zitten schroeven nog. Later werd het, weet ik, de marine overboord geflikkerd ergens, maar dat werd al die dingen uit elkaar zitten zo verschrikkelijk. Ja. Maar na die spijker is er nog een andere snelzone geweest, ik weet niet meer hoe die heet, en toen is die nog trouwens ingevoerd. Ook die lag er bij het museum van Dingen, die is nog één. Het materiaal wat in Ede ligt, dat is ooit uit het heette vroeger het interperiode, het communicatiecentrum BLS, dat zat in Utrecht bij de Berenkuil, waar nu de Marseillezee zit. Ja. Daar zit een, als je het complex opgaat, zit er achterop een heel groot werkgebouw, heette dat vroeger. En daar zat inderdaad het basisstation van populair gerecht Gladio, ook een autonome organisatie. Die hadden daar hun werkplaatsen en hun basisstation, materiaal los. En daar is toen het materiaal wat bij het museum van Dingen zit. En die had die kristallen, dus met de zo gaat het spijt aan apparaat. Ja, dat gaat niet goed. Op zich goed, ze hebben er nieuwe ruimte. Ze hebben nog een collectie, alleen verbouwd. Dit hebben we maar heel kort gezien. Dit jaar, volgend jaar weer open. Ze zitten nog een beetje met de aanbesteding van de Defensie, maar ze willen. Ik ben nog op de oude locatie geweest. Je hebt het werk ook geweest. Ik hoorde dat ze ooit.
Kunnen ze maar het geld is een beetje oppassen. Ja, dat weet ik. De spouwjaar. Ik heb alles gezegd, alleen dingen geconstateerd. Dus ik zou er niet zo kunnen aan. Maar sowieso, het is een zwart museum. Ja, zeg maar, het gaat inmiddels bijna 50 jaar geleden of zo, 40 jaar geleden. Toen was het dan niet meer. En een beetje uitvoerde. Die waren, ja, ik had iets dergelijks, kan ik maar met zeggen, praat ik over heel lang geleden. Want hoe, wanneer ben je begonnen? Nou, 19, laten we zeggen, dat ik echt ben begonnen in 1960 ergens of zo. Zo. Ja. Er is nog een voorganger geweest die Philips gemaakt heeft, hè? De ZO 47. Die zal het in 1947 ongeveer geweest. En die zijn een keer gevonden in een huis in Utrecht. Die zijn toen naar de ruimte controle van de PDT gegaan, die wisten ook niet wat het was. Dus eigenlijk is het ook allemaal vernietigd. Ja, Wim Kramer heeft er onder andere een stukje over gedicht. Ja, drie kleine units van Philips, een zender, een ontvanger, een antennetje. Ja, dat was de voorloper zeg maar, van deze serie. Ja. De meeste tijd is dit geweest, toch? Dit is de langste tijd geweest, naar mijn idee. Vooral die ontvangertjes waren erg goed. Ja, maar het was ook wat heel fijn, was het was werkbaar. Hè? Het was voor een... Want dat wordt iedere keer vergeten. Het is allemaal fantastisch, het geavanceerde. Maar wij hadden te maken met, nou ja, ik zei wel, een dierenarts en een postbode. Ja, en totaal atechnisch waren. Als je die dat allemaal moest gaan zitten bij. Ik heb dus inderdaad dagen mensen zitten bijbrengen. Maar hier was je al gigantisch en verder natuurlijk. Ja. En toen je niet meer dat gemekker had met al die kristalletjes, stap voor stap. En dat digitaal moet natuurlijk helemaal. Ja, maar dat was dus voor mijn gevoel het eindstation eigenlijk. Ja. Ik dacht, nou ja, waar zijn we nou eigenlijk nog voor nodig? Ik geef zo'n koffer en dan bekijkt het. Ja, precies. Ken je deze?